Dag Riepje vriend, hoe is het daar? Nou, hier is het helemaal goed. Is toch ook leuk om te horen? Even iets moois, iets positiefs. Gezellig. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Ik ben benieuwd. Laten we even gaan kijken. Leuk, zakje chips. Oh, er zijn helemaal geen chips. Beasley, falafel. Beasley, barbecue. Beasley, onion. Oftewel eien. Dan hebben we hier Bamba peanuts. En tiny mini pretzel flats. Ja, sea salt. Wat is de overeenkomst tussen al deze zoutjes? Die komen uit Israël. Hava, karina, hava, karina, hava, ja. Mooi, we gaan ze allemaal proberen. Ik ga even vertellen, ik hou gewoon van zoutjes. En ik vind Israël ook nog een prachtig land. Nou, komt allemaal samen toch? Over de Bamba peanuts. Volgens mij hebben we dat in Nederland ook gewoon, maar dan niet van de Bamba. Gaat een mooi verhaal in Israël. Deze geven ze dus aan jonge vrouwen. Want het verhaal is dus dat je er grote tieten van krijgt. Van deze. Dus daar neem ik er niet zoveel van, want die zijn al groot genoeg. Amen. We beginnen met de falafel sticks. Kijk eens eventjes. Oh, dat zijn wel hele kleine falafel stickjes. Hier. Dat zijn harde. Hoor je het? Jezus. Vliegen wij besproken. Dat zijn een soort harde spierten. Beetje gekruid. A la falafel. Ja, het is niet heel erg overheersende smaak. Het is eigenlijk gewoon bokharde wormen te vreten. Nu komt de falafel smaak. Zo leuk. Beasley barbecue. Dat zijn net pastaatjes. Kijk nou wat leuk. Dat is toch precies wat je... Hoe heet die? Heet die fusilli? Heet die fusilli? Pasta fusilli? Deze? Nou, die is een beetje saai. Nummer 3. Uieringen. Uit Israël. Hele kleine uieringen. Want normaal doe je die dan zo gezellig om je vinger. En deze past alleen maar om je pink. Auw! Ik wil niet heel vervelend doen, maar... Het zou toch wel aardig zijn als de uieringen snacks naar uien maken. Ik proef van alles, maar geen uien. Die falafel waren lekker. Die barbecue werd al wat saaier. Hier is geen reden aan. Tiny mini pretzels. Ja. Het is een beetje vreemd dat ik Israëlische producten nu met een Duits accent ga doen. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ik wilde een beetje Jiddisch klinken, zoals een... Zo verschrikkelijk dat ik een leven was, een kippenzoek. Vind ik fantastisch lekker, jazeker. Atten, nooien. Nou, pretzels. De pretzels, daar kan nooit iets mis mee. Want die... Ja. Dit zijn de pretzels. Ook goed. Hap. Met zeezout erop. Deze zijn echt serieus lekker. Ik fris die zomerbakkers in. Lekker zout koekje, zeg maar. Met echt dikke zeezout erop. Ik zou bijna een biertje opentrekken. Ik moet eerlijk zeggen, die Israëlische biersnacks vallen mij niet tegen. Maar dan hebben we nog niet de Bamba gehad. De pindasnacks uit Israël, waar je tieten van gaat groeien. Nou. Nu heb ik niks tegen producten waarvan je borsten groeien, zolang een vrouwenborsten zijn. Maar die dingen, die Bamba peanut puffs, een soort pindakaas, flufferig zoutje, met brokjes noot. Het trekt werkelijk alle vocht uit je bakkers. Ik heb helemaal geen speeksel meer. Dit is niet helemaal mijn dingetje. Goed voor smaak, lekker pindertje, maar... Het lijkt net of ik
Godverdomme, 3 weken door de Sinaï-woestijn heb gelopen zonder veldfles. De Israëlische snackies voorbij, weet ik veel, een colaatje of een biertje. Of een jajem, hè. Een jenever, een jiddisch. Zijn mij bevallen. Met een uitzondering van 1. Dus ik ga het oplopend doen. Dus de uieringen, had ik veel van verwacht, maar ze maken niet echt naar ui. Ja, dan krijgen wij geen voldoende. Opzuiten. Als je dan toch met uieringen komt, dan dienen ze ook gewoon naar ui te smaken. Nou, is al zo. Dus die uieringen, die... Ik zou niet eens weten wat voor smaak het wel heeft. Wat voor smaak het nou wel? Ik weet het niet, maar ik hoef ze niet. Uieringen die naar ui smaken, die krijgen van mij een 4. Ja. Ja, ik ben dan streng. De barbecue van die cilindertjes. Hm. Prima zoutje. Alleen, ik vind het barbecue smaak wat voller mag. Het is eigenlijk een beetje te laf. Het is een beetje truttig. Daarom krijgt die van mij ook een 5. De pindapuffs zijn lekker als je van pindakaas houdt en als je van een droge bekker houdt. Maar die zijn wel voldoende waard. Een 6. En de jonge dames, ik zou er een paar bestellen. Je weet maar nooit of het werkt. Vieze ome Jan vindt de falafel wormen. Ja, wat zijn dat? Hoe noem je dit? Dit falafelwormen? Heel lekker. Die zijn heerlijk op smaak. Die zijn lekker hard. Lekker krinsperig. Je zit er op de kou en je denkt, lekker man. Falafelsnackie. Heerlijk. Mm. Ik weet niet of ik hier een cijfer heb gegeven voor die falafelsnack. Maar die krijgen van mij een 7. De grote winnaar, dat zijn eigenlijk misschien wel de saaiste dingetjes. Dat zijn die pretzels. Ja. Wat is dat nou? Het is gewoon een rondje gebakken. En daar heeft waarschijnlijk de rabijn even een hand zeezout op geflikkerd. Prima te doen, man. Heerlijk. Echt lekker. Die krijg je van mij nog. Dit is de snacks van de ode. Snacks van de ode koeken. Wat een gelul allemaal.